Ja, die man met die sporttas, ja, daar heb ik wel heel veel opmerkingen en vragen over gekregen. Ja, tuurlijk, dat houdt mensen bezig. De man met de sporttas. Maar daar moet ik even iets bij vertellen. Kijk, de man met de sport, het zit als volgt. Ik was vrij jong, ik was zeg maar een jaartje of ergens begin 20. En toen dacht ik bij mezelf, waarom zijn mensen die het allemaal gemaakt hebben, waarom zijn die daar? Wat is de truc? Wat is hun geheim? Waarom is die gozer groot op tv? Waarom is hij groot in de film? Waarom is hij een grote zanger? Dus ik ging autobiografieën lezen. Want ik denk, ik wil weten wat hun truc is. Waarom zijn ze daar? En ik maar lezen, en ik maar lezen, en ik maar lezen. En wat bleek? Er is geen truc. Helemaal niks. Nee. Het was gewoon, het enige waar het elke keer weer op neerkwam, was gewoon, je moet je ballen afdraaien. Je moet gewoon keihard werken. Daar gaat het om. Dat is de boodschap eigenlijk uit al die biografieën. Dat kwam naar voren. En toen dacht ik, god, wat is dat ontzettend saai. Wat is dat nou een teleurstelling. Want ik had gehoopt op dat geheime recept. En dat is er gewoon niet. Het is er niet voor niemand niet. Het is gewoon keihard werk. Dat is voor Messi zo. Dat is voor Ronaldo zo. Dat is alleen maar focus, bezig met je werk, keihard trainen en discipline en noem het allemaal maar op. Zo werkt het. En nou ja, toen dacht ik bij mezelf, nou ja, dan is er maar één oplossing. Dan moet ik maar keihard gaan werken. En dat heb ik gedaan. Als een dol 100 uur in de week, het maakte mij niet uit. Ik werkte me helemaal de tyfus. Ja, en dat ging zo ver dat ik dacht gewoon van, als hij, die gozer naast mij, als die tot 8 uur werkt, dan werk ik tot 9 uur. En werkt hij tot 10 uur, dan werk ik tot 11 uur. Ik zal altijd harder werken dan de rest, want dan val je op. Precies, en dat heb ik gedaan. Zo ben ik langzaam, stapje voor stapje, verder gekomen. Want met talent alleen kom je er niet. Nee, het is heel simpel, zo saai als het is, je moet keihard werken. En als je dat doet en je werkt keihard, dan zul je zien, dan komt het geluk, komt een keer naar je toe. Want je drijft dat geluk in zo'n kamer, die drijf je met keihard werken. Links, rechts en dan in één keer heb je het geluk in de hoek. En woep, dan springt het opeens een keer in je armen. En dan, dat is ook het moment, als je dat doet, dat de man, ja, met de sporttas langskomt, dan is hij er, ook voor jou.